En welkom bij de allereerste aflevering. De allereerste aflevering van mijn gloednieuwe serie Mannen lezen de vrouwen. Elke vrijdag om 4 uur is er weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouwen. Maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam verandert. Dit blad is gemaakt door vrouwen en mannen, denk ik. Ik hoop het wel goed. 9,5 ton werd neergeteld voor het eerste vaatje nieuwe haring van dit jaar. Misschien lopen we per ongeluk 3 afleveringen achter. Gerard gewoon geskipt. Dus jongens, even een eerbetoon, een korte ode. 35.000 kilometer aan fietspaden telt ons kleine landje. 60 openluchttheaters kent ons land. 50 letters bevat het woord, aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. Aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. 50 letters. Kan ik ook zoiets? Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Kijk, eigenlijk is aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen nog maar een kort woord vergeleken met jeugdbrandweerauto-ventieldopjesfabriekmanageropleiding. 54 letters, hè? Ik ben nu al beter. Volgens het blad zelf zitten we nog in de zomer. Tenminste, misschien dat ik een heel klein beetje achterloop. Want na deze heb ik er al een paar liggen. Dus ja, misschien. Ik weet ook trouwens niet waarom ik ooit, toen ik ermee begonnen ben, meteen dacht, nou laat ik hier 5 weken mee achterlopen. Gratis tip. Kijk nooit alleen naar de afbeeldingen online. Dat geldt ook zo met thumbnails van YouTube video's. De Rotterdammer Alfred Muller, eigenaar van een schadeherstelgroep, is een man met passie voor snelheid en voor de schoonheid van dingen die hard gaan. Zoals zijn nieuwe Radrot e-bike. Een Radrot e-bike? Wat is dat nou voor naam voor? Je moet ook zien hoe dat ding eruit ziet. Hier, dit is meer een motor dan een e-bike. Wat een flutding. Het lijkt meer op zo'n mislukte loopfiets. Oh, dan maak ik er wel een Radrot e-bike van. Ik ben ook trouwens de enige die altijd met e-bike zulke boetes haal, omdat ik dan te snel met een e-bike door een stadcentrum rijd. Dordrecht is een stad van superlatieven. Geen idee wat het is, maar het is een stad van superlatieven. De oudste van Holland. De grootste kerstmarkt. Bijna 800 jaar stadsrechten. En niet te vergeten, de langste burgemeester. Wouter Kolff is maar liefst 2 meter en 3 centimeter. Met schoenmaat 48, voegt hij eraan toe. Schoenmaat 48? Dat is maar 5 maten groter dan ik heb. Trouwens, je moet wel echt heel weinig in je leven bereikt hebben als het enige waardoor mensen je kennen je lengte is. Dan merk je nog een dat er altijd weer een soort artikel is. En dat is dan geschreven door iemand van 50 of zo. En die gebruikt dan woorden zoals shit, crap en cool. Nou, leuk. Dineren in een sterrenrestaurant is een avondvullende en een tongstrelende voorstelling. Reza Bakhtadi loopt mee in de keuken van de vrienden van Jacob op landgoed Duinenkruiberg in Zandpoort Noord. Dineren in een sterrenrestaurant is een avondvullende voorstelling. Dat is wel zo. Vaak als je echt in zo'n sterrenculinair hoogstandje zit, dan zit je daar soms 3 uur letterlijk op gangen te wachten. Maar ja, het voordeel is dan vaak dat je wel je eten al op hebt voordat het nieuwe komt en het dus niet koud is. Ik kan ook wel eens dineren met Noah Sambrink bij een sterrenrestaurant. Misschien is dat leuk. En dit is dan het blad wat elke week meekomt met de Telegraaf. En dan middenin het blad is een reclameposter naar een blad van de Telegraaf. Dat is een beetje hetzelfde als dat laatst op Instagram Cristiano Ronaldo werd gesponsord door Cristiano Ronaldo. Dat je ook denkt van ja, en nu verder. Zoveel steden, natuur en dingen te beleven in Nederland. We maken een rondje en gaan deze week op ontdekkingstocht in Vlissingen.
Een stad met een maritiem heden en verleden. Het leuke is altijd dat in zo'n hele zin, dat het enige waar het om gaat, je dat niet begrijpt, omdat er een woord in voorkomt wat je niet weet. Maritiem. Ja, leuk. Vlissingen, een Zeeuwse kustplaats, geheel in teken van zeevaarder Michiel de Ruiter. Leuk dat het geheel in teken van zeevaarder Michiel de Ruiter is. Ja, alsof niet iedereen zou weten dat Michiel de Ruiter een zeevaarder is. En ook één ding wat ik altijd geweldig vind, is dat ze een artikel hebben, die gaat over een terras. En dan geven ze een speciaal terras waar ze eten een cijfer. Alleen het ligt altijd totaal... Ja, het ligt wel in balans, maar er worden altijd dingen opgezet bij de score, waardoor het een lagere score heeft tussen de minpunten. En dan denk ik, waarom is dit een minpunt? Moet je horen, een van de minpunten is, ons tafeltje was niet helemaal schoon. Er lag nog wat taugé van de vorige gast. Denk ik van, ja, maakt dat heel erg uit? Nee. Dan, de servetjes zijn aan de kleine kant, maar ze komen extra brengen als je mosselen bestelt. Wie bestelt er nou mosselen? Hoe ben je daar ooit achter gekomen dat ze extra bestellen als je. Dat ze extra komen brengen als je mosselen bestelt? Want wie bestelt er nou mosselen? Oké. En aan dat groene sausje moet nog wat worden gesleuteld. Dus ja, nou, leuk dat dat de drie minpunten zijn waardoor een terras een 7,5 en geen 10 krijgt. Dan heb ik nog wel één interessant kort verhaaltje. En dat ga ik even heel snel voorlezen. Dus hou je gedachten er goed bij. Jarenlang vertelden we elkaar op kantoor dat we naar Torremolinos gingen, het Gardameer of de Veluwe op vakantie gingen. Sommige collega's zeiden ik blijf liever thuis. Geen enkele bestemming vonden we raar of ordinair. We vonden alles leuk en wensten iedereen een fijne tijd. Sinds wanneer moet het allemaal ver weg? Exotischer, gekker. Het is Brazilië, Australië of Mongolië, wat de klok slaat bij het koffieautomaat of tijdens de lunch. Mijn collega Lies vertelde enthousiast dat ze zich verheugde met haar hele gezin op Thailand te gaan. Ben ik al geweest, zei iemand en hij gaapte verveeld. Het wordt Vietnam dit jaar. Zelf ging ik al jarenlang naar Griekenland met man en kinderen. We hadden alle eilanden gehad, waren ook op het vasteland geweest en we waren er een beetje op uitgekeken. Vanwege een nieuwe badkamer was ons vakantiebudget dat jaar niet zo ruim. We gingen een lang weekend naar Drenthe en we zouden de tijd bij familie in Duitsland doorbrengen. Voor de rest af en toe een uitje met de kinderen. In de aanloop naar de zomer vroegen collega's me waar de reis naartoe ging. Griekenland zeker? Ik had net een verhaal moeten aanhoren over een bruiloft van een collega op de Malediven of zo. Pff, was breukelen niet goed genoeg en ik voelde me balorig. Oh, Afrika, zei ik. Alle wenkbrauwen gingen omhoog. Mijn collega's vatten het bloed serieus op. Dat was me nog eens een bestemming. Het hemd werd me van mijn lijf gevraagd. Wat gingen we precies doen? Op safari? Was ze daar niet te gevaarlijk? Niemand die vraagteken zette bij zo'n dure rondreis voor een gezin. Voordat ik het wist, zat ik eraan vast. Alleen Lies zat in het complot. Vlak voor mijn vakantie bleek een aantal collega's over de kosten te hebben nagedacht. Ze stelden elkaar vragen waaruit bleek dat ze mijn verhaal twijfelden. Hoe loste ik dat op? Dat was eenvoudiger dan ik dacht. Mijn zoon photoshopte onze dagjes uit naar de Apenhul en Beekse Bergen bij elkaar. Voor 25 euro doe ik dat graag, mam, grijnsde hij. Hij kreeg er lol in en plukte ook allerlei foto's van internet om ons gezin erin te monteren. Geen idee wat hij allemaal uitdeed. Wat hij allemaal deed, maar hij zag er geweldig uit. De eerste ochtend na mijn vakantie was Lies onder de indruk. Net echt! Totdat ze een foto met tijgers ontdekte. Die leven niet in Afrika. Siste ze. Op het allerlaatste moment, andere collega's kwamen net binnen, kon ik die foto uit het pakketje wissen. Top! Ik vind dit een grappig verhaal. Want ik vraag me inderdaad ook af van hoe erg... Zou je iets kunnen photoshoppen? Ik heb zelf natuurlijk een tijd geleden deze video gemaakt. En in deze video ga ik het hebben over een fake reis naar New York. En dan photoshop ik me ook in allemaal verschillende locaties. En dan photoshop ik me bijvoorbeeld op plekken in New York bij het Vrijheidsbeeld en zo. Maar na een lange tijd begonnen mensen het toch te merken dat het fake was.
En dat kwam misschien doordat ik iets te enthousiast was. Maar ik vraag me af, in hoeverre kan dat echt? In hoeverre kan jij je photoshoppen op een plek waar je niet geweest bent? En ik heb wel een paar voorbeeldjes even. Ik heb even 20 minuutjes zitten photoshoppen. Dus hier krijg je een paar foto's te zien van mij op allemaal plekken over de wereld. En dan bedank ik jullie heel graag voor het kijken naar deze aflevering van Mannen Lezen de Vrouwen. En dan hoop ik jullie volgende week woensdag allemaal weer te zien bij een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. In wat voor de uitslag van Wie 2020? Ja, niemand weet het. Maar ik stem op jou. En dan wil ik jullie ondertussen heel erg bedanken voor het kijken naar deze livestream. Half uur was eigenlijk al voorbij. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien in deze maand dat er dagelijks uploads zijn. Iets wat best wel heel ingewikkeld is en heel veel tijd vergt. En ik moet nog even een videootje opnemen voor morgen. Dus ik zie jullie allemaal bij de volgende video livestream. En dan zie ik je later weer. Go get your merch. En tot de volgende keer.